With great knowledge comes great responsibility. Topics by Maarten Bové en Kevin Couvreur. Ja, goedenamiddag en welkom voor een nieuwe sessie vanuit het Connection Experience Center te Waregem. Ja, vandaag in een nieuwe corner. We gaan een nieuwe studio in gebruik nemen. En ja, je ziet ook vandaag sta ik er niet alleen voor, zoals jullie normaal gewoon zijn. Ik heb een nieuwe sidekick. Maarten Bové, welkom. Dank u, Kevin. Ik dacht wel, Kevin, dat jij mijn sidekick ging zijn, maar oké. Okay. We zullen wel zien wat we ervan maken. Dus hallo allemaal, ik ben Maarten Bové. Sommigen kennen mij ook van podcast Cloud City. Ik ben heel veel met podcasting bezig, maar daarvoor ben ik niet hier voor vandaag, samen met Kevin. Nee, ik heb ook een enorme passie rond technologie, zeker Microsoft-technologie, alles rond cloud. En daar ga ik bij Connection een hele grote rol vervullen als Cloud Solution Advisor. Ja, bedankt voor deze mooie introductie, Maarten. Maar ja, we zijn niet alleen vandaag. We hebben ook het geluk om eigenlijk onze eerste special guest te kunnen aankondigen. Ja, welkom Didier. Dankjewel. Bedankt om wat tijd te maken om ons te verblijden met uw bezoek. Met veel plezier. Dankjewel. Laten we van wal gaan met een eerste vraag. Eyes on 2020. Dat is een nieuwe visie van Microsoft. Wat betekent dat specifiek voor België en... Ja, meer bepaald, zijn daar specifieke prioriteiten of accenten die jullie in België gaan leggen daarover? Ja, absoluut. Dus Microsoft is eigenlijk al een tijdje bezig met zijn transformatie naar de cloud. Ondertussen is het zo dat al 80% van onze opbrengsten in de cloud zijn. Nu, een van de zaken dat daar natuurlijk essentieel in is, is eigenlijk het gebruik van die cloud toepassingen. En we hebben eigenlijk als Microsoft samen met onze partners zijn eigenlijk een hele organisatie, een hele setup gecreëerd om klanten eigenlijk te helpen met hun deployment en de usage van die cloud technologie. Dus dat is zeker een prioriteit die voor ons super belangrijk is. Tweede prioriteit, en het is misschien spijtig om te zeggen, maar uiteraard cybersecurity. Er gaat geen week voorbij zonder dat er cybersecurity uitdagingen zijn. Nu, ik moet zeggen, ook een klein beetje goed nieuws. Het gros van de cybersecurity incidenten hebben toch te maken met een aantal elementen die misschien niet vrij eenvoudig op te lossen zijn, maar die toch wel gekend zijn en waar dat we eigenlijk oplossingen voor hebben. Derde punt is industry clouds. We hebben eigenlijk doorheen de jaren onze Microsoft Cloud erop gebouwd, als een beetje als een lasagne. Vertrekkende eigenlijk van die infrastructuur met security, privacy, compliance, met die datalaag, met die developerlaag en dan die SaaS-applicaties. Daar bouwen we nu eigenlijk een aantal industry clouds op, die eigenlijk gebruik maken van al die componenten van die verschillende lagen, maar specifieke APIs bouwen, specifieke IP bouwen en ook specifieke data gaan integreren. Dus dat is zeker een derde opportuniteit. En dan last but not least is uiteraard hybrid work. We zijn eigenlijk doorheen een periode gegaan waar dat thuiswerk bijzonder belangrijk was. We hopen dat we nu gaan normaliseren, maar dat betekent wel dat werknemers toch een andere manier gevonden hebben om samen te werken. En we zien toch dat veel bedrijven daar eigenlijk nog een beetje mee worstelen. Niet zozeer vanuit technologisch perspectief, alhoewel toch een klein beetje, maar vooral hoe dat je dat cultureel gaat gaan embedden in je organisatie. Dat zijn eigenlijk een aantal prioriteiten voor ons. Ja, Didier, hele leuke prioriteiten die volledig in het vaarwater zitten waar ons stukje expertise zit. Hè. De cloud bij Maarten, een stukje het security verhaal en alles wat hybrid work is. Hè, wat we... Gelukkig, want jullie zijn ook onze partner van het jaar. Dus, ja, dat is inderdaad een geluk. Ja, eigenlijk wel. Ja, leuk. Ja, eigenlijk wel. Dat is die match made in heaven, hè, Didier. Het kan zeker niet fout gaan. Ja, nu, Azure. Ja, Azure, Didier. Azure in België is enorm sterk, hè. Zeker. Ten opzichte van vele andere landen, denk ik dat jullie sowieso heel dominant zijn in België. Op een positieve manier dan. Waar komt dat succes vandaan? Goh, ik denk dat er een aantal redenen zijn. Ik denk één, Microsoft is eigenlijk al heel lang in België actief. Heeft al eigenlijk heel lang relaties opgebouwd met zijn klanten. En dus er een soort van vertrouwen. En ik denk dat zeker als klanten eigenlijk beginnen met hun digitale transformatie, een aantal keuzes moeten maken,
zoals platformkeuzes, want eigenlijk Azure is een echt platform. Hè. We spreken niet alleen over infrastructuur, maar ook over al die PaaS-services, ook over alle data-services. Dan doe je eigenlijk business met mensen die je vertrouwt. Niet alleen Microsoft mensen die je vertrouwt, maar eigenlijk heel het partner-ecosysteem. En dus ik denk dat dat een aantal elementen zijn die uitermate belangrijk zijn. Ik denk wat een ander element is, zeker voor klanten in gereguleerde industrieën, utilities of de bankwereld, is eigenlijk onze aandacht voor trust, hè, voor privacy, voor security. Ik denk dat we daar echt ook het verschil maken. En dan ook, denk ik, voor een heel aantal klanten, ja, het is eigenlijk voor duidelijk dat Microsoft nooit met zijn klanten concurreert, wat dat niet altijd het geval is van een aantal van onze concurrenten. En dat past eigenlijk ook met het DNA van Microsoft. Hè. Wij zijn eigenlijk een platformcompany, we bouwen technologie waar de anderen meer technologie opbouwen. En dus ik denk dat die combinatie er eigenlijk voor zorgt dat Azure, zoals je zegt, voor velen een beetje de platform of choice is. Ja. En dus echt het partner-ecosysteem dat de toegevoegde waarde daar levert. Ja, ja, absoluut. Je ziet eigenlijk dat in die cloud-wereld dat meer dan nooit dat je eigenlijk die driehoek tussen de klant, de partner en Microsoft, dat die driehoek juist moet zijn. De partner moet uiteraard de kennis hebben en de capabilities. Maar de klant, daar zijn we eigenlijk ook van overtuigd, de klant moet ook zijn eigen technische capabilities gaan bouwen. En dan die driehoek vervolledigen met Microsoft. Dat is ook de reden waarom dat we eigenlijk meer investeren in die resources die eigenlijk meehelpen voor die deployment en die usage. En die samen eigenlijk met jullie de juiste technologie en de juiste architectuur kan kiezen. Nu, je hebt juist ook al een aantal prioriteiten meegegeven voor Azure, voor Microsoft. Als je nu gaat kijken naar Digital Ambition, de datacenters komen ook naar België. Hoe belangrijk wordt dat eigenlijk voor Azure? Ja, zeer belangrijk. Hè. Wij zijn daar natuurlijk al een tijdje mee bezig. Ik denk dat er eigenlijk twee hoofdredenen waren waarom dat we eigenlijk die datacenters naar België hebben gebracht. De eerste reden is wat ik noem, hè, die data sovereignty. Het feit dat je eigenlijk wil zeggen, hè, om het verhaal te vereenvoudigen, je wilt eigenlijk zeggen van whatever the application, whatever the data en de dataclassificatie, we hebben een oplossing voor u. En dat kan een hyperscale cloud zijn, dat kan de Belgische cloud met confidential compute zijn, of dat kan ook een Azure Stack oplossing zijn die je zelf deployt in je datacenter. Dus dat was één reden. En dan een tweede reden, en dat is eigenlijk een beetje hetzelfde model als het 5G-model, is ultra low latency. Als we het gaan hebben over automatisering, over robotisering, als we het hebben over augmented reality, met misschien ook een beweging naar de metaverse, dan heb je eigenlijk ultra-low latency nodig. En voor een land zoals België, zeker een regio zoals Vlaanderen, waar er toch enorm veel maakindustrie is, zijn die twee domeinen bijzonder, bijzonder belangrijk. Ja, absoluut. Ja, heel boeiend. Hè? Ik denk dat wij veel zaken gaan hebben om over te praten, Maarten. Dus, straks gaan we moeten van 52 topics naar 104 topics gaan, denk ik. Ja. Maar daar straks een beetje meer over. Ja. Ja, Didier, Microsoft heeft in Brussel ook het Microsoft Technology Center. Hè? Wij zitten hier vandaag in het Connection Experience Center, powered by Microsoft. Hè? Waar zie jij het belang ook van dergelijke type locaties eigenlijk naar de klantencontacten en dergelijke meer? Ja, om eigenlijk het heel eenvoudig samen te vatten, seeing is believing. We zien dat veel mensen wel overtuigd zijn rond digitale transformatie. Dat ze wel voelen dat die technologie-intensiteit, zeker nu met de pandemie, dat die technologie-intensiteit belangrijk is. Maar je wil dat ook eigenlijk een beetje concreet zien gebeuren. Dus mensen komen met ideeën, willen een aantal gesprekken hebben, willen brainstormen. Soms ook naar een soort van POC of minimum viable product evalueren. En daarom zijn die centra zo belangrijk. Het zijn ook experience centers. Beleving. En dat is eigenlijk, denk ik, cruciaal. Die belevenis creëren. Ja, is iets dat we ook merken. Hè. Ik denk dat dit jaar vieren we ons driejarig bestaan ook. Hè, op 25 februari. Dus het wordt weer een mijlpaal voor ons. We hebben ook al heel veel mensen in die zin ook een experience kunnen bieden. Die ook al tot hele leuke samenwerking heeft kunnen leiden. Ja, nog een hele leuke ook. Hè, in het kader van die samenwerking tussen experience centers, hè, zoals je weet, het Hybrid Working Spring Summit, waar we samen gaan werken met het MTC in Brussel, MIC Brussel, MIC Mons en ook het Experience Center van onze
collega's van Roei in de Kempen op 24 maart. Ja, ik weet dat je dat ook wel heel hard ondersteunt. Het past ook een beetje in de hybrid work verhalen. We leeft wel experiences. Hè. Dus, bedankt alvast ook om ons daarom in te kunnen ondersteunen. Excuseer, ik raak niet uit de woorden van emotie, omdat het zo leuk is en zo tof gaat zijn. Didier, we hebben nog een laatste vraag om een stukje af te sluiten. Zoals we daarnet zeiden, of misschien nog niet goed toegelegd hebben, hebben we onszelf een challenge natuurlijk toegeëindigd rond 52 topics. Ja, zijn er naar jouw eer en geweten een paar topics waar je zegt, ja, Maarten, Kevin, ik zou daar ook wel eens graag wat meer over weten en ga de challenges aan voor mij. Ja, er zijn uiteraard enorm veel topics. Nu, tegenwoordig gaat er eigenlijk bijna geen dag voorbij zonder dat er wordt gesproken over de metaverse. Wij denken dat we eigenlijk al een aantal praktische oplossingen en toepassingen en technologieën hebben die bedrijven daarin kunnen helpen. Waaronder natuurlijk Microsoft Mesh. Dus laten we beginnen met Mesh. Mooi. Ja, dat is de eerste challenge. Dat is de eerste challenge en misschien kunnen we al een sneak peek ook meegeven voor de mensen die geïnteresseerd zouden zijn in Mesh. We gaan samen met de, laten we zeggen, de heel geskilde mensen van het MTC in Brussel gaan we proberen op 24 maart ook een Mesh demo te gaan geven live. Ik denk dat de enige keer dat het al gebeurd is op Ignite geweest bij Microsoft. Dus ik denk dat we daar... Door toch... Alex Kipman, een technical fellow, dus de challenge is wel redelijk. Dus we kijken ook naar de technische expertise van de collega's van het MTC Brussel. Maar we hebben al een dry run gedaan en het was toch al vrij indrukwekkend. Ik denk dat we samen met het Mick & Mouse, waar dat er ook heel veel expertise zit, daar wel iets leuk gaan doen. Dus zeker voor de mensen geïnteresseerd, gaan we zeker onze kanalen en de rest in de gaten om meer te weten. Ja, we hebben onze eerste challenge, Mesh uitleggen. Mooi. Heb je misschien nog een tweede challenge ook voor ons? Tweede challenge? Wat zou ik als tweede challenge kunnen verzinnen? Misschien wel, maar dat is dan, mag ik ook een praktische challenge? Je bent de eerste, dus. Ja, het heeft eigenlijk te maken met een beetje hetzelfde thema. Maar je weet tegenwoordig, als je in Teams call zit, ofwel is de camera aan ofwel is de camera uit. Ik zou daar graag iets tussenin willen hebben, namelijk mijn eigen persoonlijke... Een beetje realistische avatar, niet te realistisch. Dus misschien kun je voor mij een avatar bouwen. Dat is wel een, dat is een dat hele was helemaal niet verwacht. Maar, totaal niet. Avatar van Didier Hogan en Maarten. Challenge accepted, zou ik zeggen. Ja. Ik hoop dat jij heel veel tekentalent hebt. We zullen ons best doen. Oké, Didier, bedankt voor deze heel praktische vraag natuurlijk voor 52 woord, Topics. Ja. Misschien moeten we deze challenge gewoon over de 52 Topics wat smeren om te zien. Moeten we dat niet als eerste... Ja, ik heb jullie daar straks de eerste gegeven en dat is misschien de laatste. Dus dat zou nog wel een goede zijn. Mooi, dat is mooi. Ja. We gaan ons creatieve talenten moeten samenvoegen, denk ik. Absoluut. En dan zou ik er graag nog iets aan toevoegen, hè, voor de mensen aan de andere kant van het scherm. Ja, wij gaan starten met 52 Topics. Elke week gaan wij een technisch topic op een heel eenvoudige manier proberen toe te lichten op maar 10 minuten. Dus we hebben 10 minuten om een moeilijk topic helemaal te schetsen. En ja, dat wordt very challenging, denk ik. Ja, ik denk dat we toen we het concept aan het uitwerken waren, niet echt goed wakker waren, Maarten. Maar kom, ik denk dat we de challenge moeten aangaan. Ik denk dat er heel veel mensen baat zouden hebben bij... Ja, een heel eenvoudige uitleg van moeilijke technologie of concepten. Hè. Ja, we willen het wel een stukje afbakenen, hè, binnen het IT-spectrum, alsjeblieft. Microsoft technologie uiteraard, rond security. Dus als er daar topics zijn, zaken die jullie willen, die wij uitleggen, zet het dan in de comments, vraag het ons en wij zullen het oplijsten en op 10 minuten tijd proberen te beantwoorden. Wij gaan heel skilled worden, denk ik. Hè. Absoluut. Dat is de bedoeling. Oké. Maarten, bedankt alvast voor die toelichting. Ja, bedankt. Als sidekick, bedankt daarvoor. Ja, bedankt, sidekick. Didier, dikke merci zou ik zeggen. Dank om tijd te maken dank om onze eerste gast te zijn. Het is ook niet niks, dus we hebben echt wel een niveau die we moeten aanhouden. Dus dat wordt een uitdaging voor ons, maar we zeggen nooit nee tegen een challenge. Ja, ik zou niet eens van de gelegenheid aan gebruik willen maken, Didier, om jou ook uit te nodigen voor de 52 staat. Absoluut. Als de avatar klaar is en dan kunnen we dat samen De onthulling.
Ja, ja. Dan moet ik hier zelf misschien zelf niet fysiek aanwezig zijn. Dan kan ik misschien gewoon van thuis uit in jullie studio. Super, voilà. Ik kijk er al naar uit. Super. Voilà. Nog eens bedankt iedereen. Dank allemaal. Wel. En ik zou zeggen, tot de volgende keer, tot binnenkort voor onze eerste topic, onze eerste challenge rond Microsoft Mesh, uitgelegd in 10 minuten. Dus we kijken er naar uit. Challenge accepted. Tot de volgende keer. Bye. Dag.